Kom lekker zitten op je zitbordjes. Of gebruik even een hoog kussen om op te zitten. Of zet je voeten eventjes tegen elkaar aan in de diamondpose. Fijn dat je er bent. Het kan natuurlijk zijn dat je nu eerst de staande pilates hebt gedaan. En door kan gaan met de buikspieren en rugspierblokje. We gebruiken vandaag de small ball. Maar je kan natuurlijk ook een opgerolde vliesdeken nemen. Even twee elastiekjes omheen of twee touwtjes. Dan is het ook een soort van small ball die je hebt gemaakt met een iets wat je altijd wel in huis hebt. Kan natuurlijk ook een kussen zijn. Okay, je kan even doorspoelen als je niet even wil aankomen hier bij jezelf. Hè. Maar als dit vandaag je eerste workout is, zou ik zeggen, kom in de kleermaker zitten op een hoog kussen. Laag kussentje of kom even liggen op je rug. Leg je handen even losjes op je knieën en sluit je ogen. En anders kun je alvast even doorscrollen en doorgaan met de buikspieroefeningen alvast. Is het vandaag je eerste les? Ga dan even lekker draaien met je schouders. Je ogen gesloten of juist je ogen geopend. Kijk maar even wat je wil. Draai. Ik zal straks een beetje afwisselen. De ene keer pak ik de bal, de andere keer pak ik het vliesdeken. Ja, om je te laten zien dat als je geen Pilates attributen hebt, dat je het ook zonder kan doen. En ook hier, blijf genieten, blijf glimlachen. Nog een paar keer de andere kant omdraaien. Oké, nog één keer naar achteren. Dan gaan we hier weer eventjes losmaken van het middenrif. Even opzij. En de andere kant. Dan doen we nog maar één herhaling. En plaats dan je handen even achter op het hoofd. Open je elleboog. En sluit ze. Voel de strekking aan de achterkant van je nek. Je ademt hier rustig in en uit. We openen de voorkant en je opent de achterzijde. Nog één herhaling. En leg je handen dan even losjes neer op je knieën. En dan ga je ondertussen goed je krachtcentrum alvast aanspannen. Alsof het vier magneetjes zijn daar aan de onderkant. Dus je twee zitbordjes en je schaambod en je stuit. Breng ze dichter bij elkaar. Voel die lengte. Maak die lengte helemaal naar je schedeldakje. Zodat er ook wat ruimte komt bij je brein. Alsof je hem een klein stukje oplift. Vindt hij fijn. En neem je navel mee naar binnen toe. Ja, het is het aanspannen van het krachtcentrum, zo tussen de 30 en de 50%. Dus neem dat mee. Oké, nou hou je krachtcentrum aangespannen. Dan draai jezelf in de lengte van de mat. Zet je voeten voor je neer. Pak het attribuut wat je hebt. Ik pak nu voor deze eventjes de vliesdeken. En je gaat langzaam. Ga je op de vliesdeken of op de small ball liggen. Je handen eventjes hier achter op het hoofd. En je armen gestrekt. Dan gaan we hier een paar keer even de armen draaien en weer terug. Je kan er natuurlijk altijd voor kiezen om het vliesdeken weer weg te leggen. En de bewegingen die we nu doen, ja, ook te doen. Maar dan juist niet op een verhoogde attribuut. Je kan natuurlijk ook nog een wat hoger kussen pakken. Of twee vliesdekens. Dan gaan we de armen hier naar achteren toe bewegen. Goed je krachtcentrum aanspannen. Probeer het schaambod parallel te houden aan de grond. Wil je wat veiliger trainen, dan is die een heel klein stukje opgetild, de imprinting. We gaan hier een beweging naar achteren toe maken. Krachtcentrum is aangespannen. En op de uitademing kom je naar omhoog en breng die ellebogen naar elkaar toe. In is naar achteren. Met je bovenlichaam en uit is opkomend naar omhoog. Je voelt je buikspieren trillen.
voeten staan stevig aan de grond. En beweeg die elleboog. Dan kun je nog een stukje hoger opkomen. Bekken blijft helemaal stil. Je hebt het heiligbeen bepaald. Of drijvend, of een heel klein beetje kantelend. En zo na een aantal herhalingen voel je eigenlijk al waar die oefening goed voor is. Goed je krachtcentrum aangespannen houden. En je traint je buikspieren zo van je ribbenboog naar het schaambod toe op je ribbenboog. Nog twee herhalingen. En dan gaan we even met het hoofd helemaal naar achteren toe. En als we naar omhoog toe komen, gaan we het rechterbeen van ons vandaan wegstrekken. En trek hem weer in, zet hem weer neer. Maak weer die beweging naar achteren toe. Je ademt hier rustig in en uit. Kom weer naar omhoog. Gebruik weer je ellebogen en strek je been weer weg. Ga door, je voelt het een beetje branden in je buik. Dat is het goede doel. Je weet waar die stofjes, dat die stofjes aangemaakt worden nu in je lichaam. Want als je straks de eindontspanning hebt, dat het lekker kan dwarrelen door je lichaam heen. En blijf genieten. Nog één herhaling. Bekken probeer je echt helemaal stil te houden. En dan gaan we gelijk door naar de andere kant. Ja, je ademt hier in. En je ademt uit. Strek je been weg. En weer terug. Je houdt eigenlijk de hele tijd met je hakcontrole op de grond. Beweeg je ellebogen uit elkaar, beweeg je ellebogen naar elkaar toe. We zijn ongeveer op de helft. Nog zo 4 keer. Op het ritme van je adem. Je ademt hier rustig in, je brengt naar achteren toe, adem uit, weer terug, nog 2 te gaan. Laatste keer. En strek dan alle 2 je benen en beweeg je hoofd naar achteren toe. Eventueel een yoga blok achter je hoofd of eventjes het blauwe kussentje dubbel gevouwen of een hoge kussen. We gaan kijken of we hier een klein stukje op naar omhoog kunnen komen. Rits goed je binnendijbeenspieren tegen elkaar aan. Je ademt hier in en je ademt uit. Je kan het hierbij laten. Wat je ook kan doen is je armen mee naar voren toenemen. Inadem hier en adem uit. Kom naar boven toe en rol naar voren. En dan rol je weer af en doe het wel voorzichtig, want die bal die kan natuurlijk wegrollen. Inadem hier en adem uit. Omhoog, rits goed die binnendijbeenspieren tegen elkaar aan. Rijk goed naar voren toe. En je kan er ook voor kiezen om 1 been mee te nemen, even met je handen je been vast te pakken. En dan omhoog te komen en dan naar voren toe te zwaaien. En dan kan je omwisselen van been, maar eerst een beweging naar achter, naar voren. Pak dan je been vast en kom naar omhoog. En neem die armen mee naar voren. Heel goed je buikspieren aanspannen. Doen we nog 3 herhalingen. Op het ritme van jouw adem. Geniet ervan. Laatste keer. Oké, dan lig je weer tegen je vliesdeken of tegen de small ball aan. Voor de small ball ziet het er dan zo uit. Zet je voeten neer aan de grond. Maak een beweging naar achter. En naar voren toe. En til je voeten even van de mat. En weer terug. In. En uit. Breng je handen hier bij je knieën. En op. Beweging naar achter toe. En weer op.